Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een tea time voor jullie. Dus pak lekker een kopje thee erbij, want we gaan gezellig kletsen. Ondanks dat ik eigenlijk al onwijs veel van mijn leven deel, krijg ik alsnog heel veel vragen. En in deze video ga ik deze voor jullie beantwoorden. Ik heb even een lijstje gemaakt met allemaal vragen die ik van jullie heb gehad. En ik heb ze in drie categorieën verdeeld: namelijk mijn huis, mijn werk en mijn privéleven. Laten we beginnen met werk. Want ik krijg heel erg vaak de vraag als ik zeg wanneer ik door de week moet werken, wat mijn werk nou precies is. En eigenlijk is mijn werk gewoon social media. Dus de filmpjes die je nu kijkt, uh, Instagram, TikTok, dat is mijn fulltime baan. En ik ben natuurlijk begonnen op mijn elfde en het begon als hobby en eigenlijk voelde het nog steeds als een hobby. Maar inmiddels heb ik er gewoon mijn baan van kunnen maken. Hier verdien ik mijn geld mee. En ik krijg ook heel erg vaak de vraag wat ik dan door de week doe. Zelfs vrienden vragen mij van ja, maar wat doe je dan eigenlijk? En eigenlijk is het heel erg variërend wat ik nou precies doe. Maar bijvoorbeeld YouTube filmpjes maken, dat is een onderdeel. TikTok filmpjes, Instagram foto's. Maar daarnaast ben ik natuurlijk ook met projecten bezig en ik werk samen met hele leuke merken. En voordat ik een samenwerking met een merk begin, ga ik zelf ook helemaal uitschrijven hoe ik het wil doen, een concept te achterbedenken. En dat neemt natuurlijk ook tijd in beslag. Dus er zit veel meer achter een YouTube-video of een TikTok-video dan je eigenlijk denkt. Heel vaak denken mensen dat je je camera neerzet en dat je maar een beetje wat doet. Maar zo werkt dat helaas niet. Uh, nou, het kan natuurlijk wel met TikTok. Vooral kan je zomaar even een video opnemen dat je met een liedje zit mee te zingen. Maar vaak vind ik het wel leuk om een idee te hebben achter de video's die ik post. Ik wil niet zomaar maar wat posten. Dus sterk zit ook wel best wel veel tijd in. Maar het voelt nog steeds als een hobby om te doen. Dus ik vind het alleen maar hartstikke leuk. Naast mijn doordeweekse fulltime baan. Werk ik natuurlijk ook achter de bar, want ik kreeg de vraag of ik dat nog steeds deed. En dat doe ik nog steeds. Ik heb de hele maand november wel even vrijgenomen daarvan. Omdat ik nu zo druk ben met mijn huis en nou, het met mijn social media ook super goed gaat. Dat ik daar zoveel mee bezig ben dat ik helaas geen tijd had om ook nog eens achter de bar te werken. Want ik merkte gewoon dat het even te veel werd. Vooral omdat het ook nachtwerk is. Dus ik was al moe van alles wat ik door de weeks moest doen. En dan moest ik ook nog eens op vrijdagavond of na nou ja, nacht de hele nacht werken. En op een gegeven moment werd dat gewoon echt te veel. Dus ik ben even een maand niet uitgegaan. Nou ja, op één keer na dan. <laughs> maar voor de rest niet uitgegaan. En ook even niet gewerkt. En ik moet zeggen dat ik het best wel even lekker vond. Ik kon even weer bijslapen. En ik voel me ook een stuk beter nu. In december ga ik wel weer aan de slag. En natuurlijk met de kerst ga ik ook weer werken. En dan had ik nog een vraag. Uh, over de bar. Ik kreeg de vraag of ik wel eens herkend werd achter de bar. of dat ik wel eens lastig gevallen word achter de bar. omdat ik dus social media doe. En ja, beide is het geval. Ik word wel eens herkend. Um, nou ja, ik werk natuurlijk in Apeldoorn. en ik denk dat de meesten in Apeldoorn. ook wel weten dat ik hier woon. Dus ik denk dat die het niet heel erg speciaal of bijzonder vinden. dat ik daar achter de bar sta. Ik heb natuurlijk wel eens meiden die naar me toe komen van. Nou, ik kijk je video's en dat vind ik echt super leuk. En tuurlijk heb ik ook wel eens mensen die mij lastig vallen achter de bar. Um, ja, dat zijn wel mensen die dan stiekem gaan filmen of expres met hun telefoon in mijn gezicht gaan of zo. Ik vind dat zo jammer, want als je gewoon normaal naar me toe komt en met me gaat kletsen, vind ik dat hartstikke leuk. En dan neem ik ook de tijd om met je te kletsen. Dus ik snap eigenlijk niet waarom je dan gelijk met je telefoon zo in mijn gezicht moet. Maar uh, ja, dat zit er dus wel tussen. En er is ook één gast en die komt elke week aan mijn bar. En die gast is volgens mij 25 of zo. En elke week roept hij aan de bar, beautiness, beautiness, beautiness. Ja, dat is nog oké. Okay. Dan denk ik, oké, okay, laat maar. Ik uh, reageer er niet op. Maar laatst vond hij het dus ook grappig om aan mijn staart te trekken. Dat ik echt denk van, gast, je bent 25. Waarom ben je zo met mij bezig? En waarom moet je elke keer mij roepen aan me zitten? Blijf van me af, ik ken je niet. Laat me met rust. Dat is het enige dat ik echt denk van, get a life. Maar ik mag zeker niet klagen. Want voor de rest is iedereen echt super lief. Ik heb echt bijna geen nare ervaringen. En natuurlijk, je zal altijd wel iemand hebben die je niet leuk vindt. Dat zal je er altijd tussen hebben zitten. Maar over het algemeen is iedereen echt super lief en leuk. En uh, nou doe ik wel eens een shotje met iemand achter de bar. Dus dat is hartstikke gezellig. Dus stel, je bent in de bar waar ik werk, kom dan zeker even een shotje halen. Of gewoon even gezellig een praatje maken. En dan de vraag of er nog nieuwe speelde-champagne afleveringen komen. En ja, ik ben bang dat het voorlopig nog even niet gaat gebeuren. Arunja is naar Noorwegen verhuisd. Ik heb nu super druk met mijn huis, dus het is heel erg moeilijk om samen wat te plannen. Arunja heeft nu ook haar eigen podcast met Ingrid. Dus um, ik ben bang dat het even niet gaat gebeuren. Maar zeg nooit, nooit natuurlijk. Misschien als ik in mijn nieuwe huis weer wat rust heb en de tijd heb, dat we dan weer verder kunnen gaan. Speaking of mijn huis, daar heb ik echt onwijs veel vragen over gehad. En dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. En super lief dat jullie zo geïnteresseerd daarin zijn. Het is echt een super spannende periode voor mij, want het komt nu allemaal heel erg dichtbij. En zo is ook de eerste vraag. Wanneer ik mijn sleutel krijg. En dat is al echt super snel. Dat is namelijk midden december. Dan is de oplevering van mijn huis. En dan moeten we eerst door het hele huis lopen met een inspecteur. En gaan we kijken wat er nog gedaan moet worden en zo. Dan krijg ik de sleutels. En dan gaat het pas echt beginnen. Dan moet de badkamer erin. Dan moet de keuken erin. De vloeren. Alles gaat dan gebeuren. Dus de komende maanden worden denk ik best wel hectisch. Omdat alles goed gepland moet worden. En het is allemaal zo nieuw voor mij. Ja, ik heb natuurlijk nog nooit een huisroekhoofd of ook maar iets gedaan. Nou, ik woon al twintig jaar in het huis waar ik nu ben. Dus ik ben nog nooit echt verhuisd of zo. Dus ik heb totaal geen idee wat er allemaal moet gebeuren. Gelukkig helpen mijn ouders er heel goed bij, vrienden, uh, kennissen die me er allemaal bij helpen. En dat is echt super lief en super fijn. Want pff, ik had het echt onderschat hoeveel er nou bij komt kijken. Alleen maar omdat het nieuwbouw is en alles stuk voor stuk uitgezocht moet worden. Ik had het al twee jaar geleden, toen ik het huis had gekocht, moest ik ook gelijk bepalen waar stopcontacten zouden komen. En dat soort dingen. Ja. Hoe moet ik dat nou weten? Heel veel vroegen zich ook af wat het precies voor een huis is. Is het een appartement? Is het een huis? Nou, het is een drive-in woning. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Maar dat houdt in dat je zeg maar, met je auto de woning in kan rijden. Dus de onderste verdieping is de garage. Dus daar kan ik de auto neerzetten. En daar kom je ook binnen. En vervolgens de verdieping daarboven. Daar heb je de woonkamer en keuken. En daarboven heb je de slaapkamers. Het is dus een best wel hoog huis. En het zijn meerdere huizen zo naast elkaar. Ja, dat. Het is echt best wel gek dat ik in mijn eentje daar ga wonen. En velen van jullie vroegen zich ook af of ik dat niet eng vind. Maar ik ben sowieso best wel een persoon. Ik ben best wel goed in alleen zijn. Ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind het ook best wel fijn af en toe dat ik me terug kan trekken. Omdat ik het ook heel erg fijn vind om bij mensen te zijn. Maar ik ook echt even tijd voor mezelf moet hebben om bij te komen. En. Gewoon mijn eigen dingetje te doen. En mijn ouders wonen ook super dichtbij. Uh, vrienden zijn dichtbij. Dus ik denk dat het gewoon helemaal goed gaat komen. Laat ik het afkloppen. Want dat... je weet maar nooit natuurlijk wat er kan gebeuren. De volgende vraag die ik over mijn huis kreeg is hoe het proces nou precies ging met het kopen van mijn huis. Nou, dat begon eigenlijk bijna twee jaar geleden. Um, ik had toen dit project gezien van dit huis. En ik vond het zo mooi. Ik dacht echt: Dit is echt mijn droom. Locatie, droom, huis. Ja, dat was, het was gewoon echt een droom. En tuurlijk wilde ik uit huis. Want ja, wie wil dat nou niet op mijn leeftijd? Maar ik had nog niet zoiets van. Het moet of zo. Dus ik was gewoon rustig aan het rondkijken. En toen kwam ik dus bij dit project. En eigenlijk was ik iets te laat met inschrijven. Maar ik kon... Of, of, het was echt de laatste dag of zo dat ik me kon inschrijven. Dus ik had me ingeschreven en het ging volgens mij via een loting. En ja, ik hoorde maar niks en ik ging er ook niet vanuit. Ik dacht, ik schrijf me gewoon in en ik kijk wel. Als het niet gebeurt, dan moest het niet zo zijn. En ik weet nog precies, 17 februari, ik zat in de trein met een vriend van mij naar Utrecht. En ik werd gebeld. Ja, je bent het geworden. Ik dacht, wat? ja je bent uit de loting gekomen er was eigenlijk iemand voor mij die um, uit de loting kwam maar die heeft dus het project afgezegd die wilde hem uiteindelijk niet en daardoor kreeg ik hem nou ik was echt helemaal in shock ik, ja ik dacht echt van wat gebeurt hier nou en um, een dag later ging ik volgens mij al naar de makelaar toe en gingen ze mij alles vertellen wat ik moest doen en zo en toen ging het allemaal super snel en een week later had ik getekend en um, het project is heel erg lang uitgesteld dat kwam mede door corona dat kwam ook omdat er bepaalde bouwmaterialen volgens mij niet meer beschikbaar waren dus het was echt super lang uitgesteld tot afgelopen mei en toen is het begonnen en echt in een half jaar is het zo hard gegaan dat ik nu al bijna de sleutel krijg het is zo gek en de vraag of ik verhuisvlogs ga maken. Natuurlijk ga ik verhuisvlogs maken. Ik vind het zo leuk om dit proces helemaal vast te leggen. Ik heb er ook al een aantal TikToks over gemaakt. Uh, ik heb al een paar keer de vlog dingen laten zien. Maar echt het proces van het verhuizen ga ik ook zeker vastleggen voor jullie. Het lijkt me ook zo leuk om dat later dan weer terug te kijken hoe het allemaal is gegaan. Waarschijnlijk lach ik mezelf uit van hoe onervaren ik ben met al die dingen. En dan het laatste onderwerp. Ik denk dat dit wel het meest juicy is. Tenminste, ja, misschien wel. Ik weet het niet. Zo juicy is mijn leven ook weer niet hoor. Maar dit gaat over mijn privéleven. Daar krijg ik natuurlijk ook heel veel vragen over. Omdat ik best wel dat stukje, ja, toch wel privé hou. En ik, wat dat betreft, niet heel erg veel deel. Ook over mijn dateleven. Tuurlijk bespreek ik het wel eens in QA's. En er was ook een vraag: van ja, wat, wat wil je echt niet delen op social media? En ja, ik vind dat heel erg lastig. Ik ben sowieso ook met vriendinnen of vrienden niet mega maar open. Ja, ik weet het niet hoe ik dat moet zeggen. Ik ben sowieso best wel dat ik dingen voor mezelf hou. Um, omdat ja, ik vind het altijd ongemakkelijk om, of zo, om over mezelf op die manier te praten. Ook met daten en zo. Ja, ik heb altijd zoiets van als het. Echt goed voelt en echt wat is, dan hoor je het wel en dan vertel ik het wel. Maar ik wil eerst zeker weten dat het gewoon goed is. En ik ben misschien ook best wel kieskeurig of moeilijk, maar ik heb zoiets van: ja, ik wacht liever dat het echt goed voelt dan dat ik, ja, zeg maar, mijn tijd ga verspillen als ik toch al weet van dit gaat niks worden. Dus over de vraag hoe mijn dateleven eruit ziet. Ik ben single, ik ben ook echt niet op zoek. Ik uh, zie het allemaal wel, ik ben nu zo druk met alles. En ja, ik heb ook nog niet echt iemand gevonden of zo, dat ik denk van nou, nee. Dus um, heel veel juice heb ik daar niet voor jullie, helaas. Sorry. Ik kreeg dan ook de vraag of ik daten lastiger vind, omdat ik al van jongs af aan... Um, ja, bekend vind ik altijd zo stom over mezelf te zeggen. Maar dat was wel de vraag. Omdat ik al van jongens af aan bekend ben. En ja, ik vind het wel heel erg lastig. Gewoon omdat mijn angst is als iemand lief is of geïnteresseerd is. Dan denk ik gelijk van. Zit er iets achter? Vind je me echt leuk om wie ik ben? Of vind je het gewoon interessant? Want dat heb ik ook echt vaak genoeg meegemaakt. Ik heb wel eens gehoord dat jongens gewoon weddenschappen doen. Uh, omdat ze dat gewoon grappig vinden van wie met mij kan zoenen of zo. Nou, gelukkig trap ik er niet in. Maar zo triest dat ik echt denk: van ik ben ook gewoon een mens. Ik ben echt niet anders of beter of minder. Omdat ik dit doe. Dus waarom kan je me niet gewoon behandelen als een normaal iemand? Dus soms is dat wel irritant, ja. Ik merkte vooral, nou ja, vroeger dat ik dat heel erg lastig vond. En dat ik echt totaal. Als een jongen ook maar één keer beautyness zei, Eigenlijk is dat nog steeds zo. Als een jongen één keer beautyness tegen me zegt... Dan maakt hij al geen kans meer. Omdat ik dat gewoon zo'n ik vind. Oh, ik, oh, ik krijg cringe er gewoon helemaal van. Dat ik denk van... Oh, nee, blijf uit mijn buurt. Dus dat moet je niet doen. Als je kans wil maken. <laughs> dat vind ik echt heel ongemakkelijk. Ja, ik zou het liefst willen zeggen dat het nu niet meer zo is. Omdat ik zou denken dat op deze leeftijd... Het niet meer zou boeien. Maar het lijkt soms wel alsof het juist nu erger is... Dat ze het alleen maar interessanter vinden. En wat ik ook zo triest vind, als ik bijvoorbeeld een lingeriefoto heb gepost. Dat jongens dan opeens mij gaan berichten. Dat ik echt denk van waarom nu opeens? En dan ga ik ook niet antwoorden. Omdat ik denk van oké okay, nu opeens ga je me een bericht sturen. Dat klopt niet. Dus nee. Ik ben misschien ook wel heel moeilijk. Ik zie echt zo snel een red flag. Maar ja, liever dat dan dat ik met een red flag ga toch? De volgende vraag is of ik kinderen zou willen. En dit deed me denken aan iets wat ik laatst heb gedaan en dat vond ik zo leuk. Um, nou ja, momenteel moet ik er nog even niet aan denken. Um, dus ik weet nog niet of ik het later zou willen. Maar ik denk het wel. Ik hoop dat ik het kan en mag. Um, maar ja, ik wil dus even dat verhaal vertellen. Want ik vond dat zo grappig. Ik ben totaal niet echt, nou ja, totaal niet, weet ik niet. Ik ben niet echt spiritueel. Uh, mijn ouders zijn ook best wel nuchter en zo, dus wij zijn daar niet heel erg mee bezig. Maar mijn nicht had dus een pendel. En daarmee kan je dus zien of je een jongen of meisje krijgt. En op het moment dat we dat deden, of ja, ze is zwanger, dat dus is ze nog steeds. Maar toen, dus ook. En toen wist ze nog niet wat ze zou krijgen. En uh, nu weten we wel wat ze gaat krijgen. En het klopte met die pendel. Dus ze heeft het ook bij mijn tantes gedaan. En daar klopt het ook bij. En toen ging ze het bij mij doen en ik vond het zo spannend, want het kan dus ook zijn dat hij stil hangt. En ik dacht, ja, wil ik dat nu dan weten? Toch, omdat je toch, ja, daar bang voor bent. Maar ja, toen heeft ze het uiteindelijk bij mij gedaan en er kwam dus uit dat ik later dus twee meiden en één jongen zou krijgen. Dus eerst twee meiden en dan een jongen. Weet ik niet, ik vind dat zo gek om te bedenken. Ik heb alle bedacht, als ik kinderen mag krijgen, dan denk ik twee. Maar ja, het idee twee meiden en een jongen lijkt me ook alweer heel erg leuk. Dus we gaan het zien. Misschien kijk ik dit over, ik weet niet, tien jaar terug of zo. En dan heb ik misschien een meisje gekregen. Ik weet het niet. Ik vind het zo gek. Ja, je weet natuurlijk ook niet hoe het leven loopt. Maar hoe grappig. Dus bij deze, ik hoop dat ik dit later terugkijk. Als ik misschien zwanger ben. En dat het dan klopt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dat ik jullie vragen een beetje hebben beantwoord. Heb je nou vragen voor de volgende keer of onderwerpen die ik moet bespreken? Laat het dan even weten in de comments. En dan ga ik die de volgende keer zeker meenemen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! Doeg!